personally deja net net me gaya info la ijak ba no seri kinesa des jiji ma info aja stak mi da roko mi go check check de winkri en ik heb iets geconstateerd dus dan iberike tak dan melde mitch dus dan mitchel eigenlijk me wakti ma es mi sita kamane komo abrago ko uniara mana bur ye lees kranti ses oteng ne yere no ik wil ook een beetje info aan jou geven. Dus dat me doe, me lees aan kranti. Dat me vangen want toesani. Dus ik eens doen, even wanneer ik eens doen even. Maar dat me lees aan kranti, dan kan ik, ik kan play a biggie boy gitu toch. Want ik, lees iets hier over een tijdelijk sociaal vangnet. Ja buurman, me jere voor een sociaal vangnet. Maar dat zei je laf, hoe zei je piritifi? Mijn best stap dat een vraag dat bokong. Ai boy, vragen staat nog steeds vrij hoor, buurvrouw. Maar wat houdt dat sociaal vangnet in? Oké, dus men achtte het nodig om met een tijdelijke sociaal vangnet te komen, los van de bestaande sociale voorzieningen. Ja, want mij lees je dat er in 2022 een ander minimumloon komt. Ja. Voor eind 2021 zal de loonraad hierover advies moeten uitbrengen. En dat gaat stapsgewijs gebeuren, hè? Ja, en dat van object- en subjectsubsidie komt ook aan de orde in het sociaal vangnet. Ze gaan eerst bepalen wat gesubsidieerd. Dus ze gaan goed nagaan wat gesubsidieerd moet worden. Want ze willen afstappen voor objectsubsidie. Precies. En men zal ook nagaan aan wie de subsidie gegeven zal worden. Want naar de zwakke huishoudens land die we ondersteunen. Oh, de pinasma. Ja, want dat sociaal vangnet is volgens mij begroot met 3 miljard per jaar. Ja, en daarnaast heb je ook 1 miljard SRD per jaar voor bestaande voorzieningen en diensten. Nou, dat is aan ook hoor. Want ik wist dat, wist ik niet. Heeft het ook te maken met die regulier, sociaal. Wacht hier, hè. Mij lees wat aan je. Wacht, ik kom lees een boek met mijn broer. Pak schriftbakken. Ai. Regulier, sociaal voorzieningenstelsel. Heeft het daarmee ook te maken? Yes. Het richt zich op de directe materiële en immateriële noden van de kwetsbare groepen. Dus als ik het goed heb, is om te kunnen voorzien in de dagelijkse basisbehoeften. Want die groep die in armoede leeft, is dan groter geworden. Ja. En de mandati, ook is je pitu. Ja. En daarom zal voor eind 2021 een actueel berekende armoedegrens komen. Dan moet die armoedeproblematiek beter aangepakt worden. Ja, en ook de scholieren en studenten worden meegenomen. Ja, zie je waarom lezen goed is, want dat heb ik net gelezen. Die vanaf 1 januari 2022 kunnen scholieren en studenten gratis, arkiboeng, gratis gebruik maken van schoolvervoer. Van en na school. Yes. En die sociale partner, ze zullen nu verder nagaan welke aanpassingen er moeten plaatsvinden, zodat die in januari 2022 kunnen worden doorgevoerd. Ik tak bunanga miera buurvrouw. Want misschien tak soms aka is de juiste informatie toch? Ja, ja, ja. Dus daarom ik tak rustig nanga mi miloba a rustvi. Want wanneer ik het aan Mitchell vertel, dat je stak me freuti. Is dat je toch? Dus miloba je je me rust en je denkt even na if je maakt fout. Iboom. Dus afwas aan jouw city, dan zullen zowel het sociaal vangnet en het regulier. Asan is altijd voor mij een woord langer toch. Regulier sociaal voorzieningenstelsel. Ai, mabing. Breed aan ai. Ze moeten dan transparant en toegankelijk zijn. Klopt. Ja toch, dan een probleem moro. Ai boy, buurman. Is je tak tegenvolg bij ontwikkelen iemand tak mee? Nee, nee, nee. Daarom moet je vaker de krant lezen. Nou, je hebt helemaal gelezen. Is goed, lezen is goed. Is dat weer maar voor je vrouw tegen je kring? Sansam tegen je bifo. Na nummer me vergeten met mija. Buurman. En eenmaal ija. Schrijf tak met je me wacht met je me lee. Mi bogoin zie ik ook zoeken nummer, maar eenmaal ija. Yo, maji ma nummer. Ik zal het voor je appen, want dat lukt je vergeten of...
ook. Je ziet dat wil ik koni boy buurvrouw echt. App het voor me hoor. Mm-hmm. Ja, maar alleen dat nummer moet je appen hoor, buurvrouw. Zo staat nummer. Aye.